De Podcast. Christenen over relaties, liefde en seks. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink... en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks... met de ene week relatiecoach Kokkie Drost... en de andere week relatietherapeut en seksuoloog-psycholoog... Fenix de la Fosse. Deze week is Phoenix hier. Goed dat je er bent, Phoenix nogmaals. Um, wat is het probleem deze week, Phoenix? Als je van een probleem wil spreken, natuurlijk, maar... Dit keer gaat het over een stel dat bij me komt omdat de seks uh, niet goed gaat. En uh, daarvoor komen ze als eerste instantie, maar het blijkt dat er veel meer aan de hand is. En uh, dat die seks lastig is, heeft te maken met de kwaliteit van hun relatie. Want maak je dat vaker mee, dat mensen komen met een seksueel probleem en dat je denkt het is eigenlijk iets heel anders? Ja, heel vaak. Heel vaak. Ja, dan is er meer aan de hand. En dan moet je gewoon goed doorvragen. Want hoe komt dat, dat ze dan uiteindelijk met een... Uh... Ja, seksueel probleem komen. En dat het eigenlijk groter is dan dat? Uh, het, het is heel vaak het topje van de ijsberg of een soort van uh, toernooiveld, waar een strijd wordt uh, gestreden. Uh, en toevallig is het dan het bed waar het de strijd gestreden wordt, maar het kan van alles zijn. Is het bed vaak de plek waar dat soort uh, dingen op komen borrelen? Ja, daar ga je, daar ga je het uh, snel merken. Uh, als daar verwijdering is of uh, geen ruimte, geen plek voor elkaar, geen aandacht voor elkaar, geen afstemming. Maar dat zit vaak op allerlei vlakken dan ook. Jij zegt geen afstemming. Is dat het probleem? Of wat is het grotere probleem waar, waar, waar jij dan achter kwam van dat speelt eigenlijk hier? Dat uh, beide het gevoel hebben: ik word niet gezien. Ik word, uh, het gaat niet om mij, ik ben niet belangrijk. En dat is iets wat ik heel vaak uh, terugzie. Dat uh, partners denken van, nou, het werk van jou gaat voor, of de kinderen gaan voor, of familie gaan voor, gaat voor, of je sport, of je vriendinnen, of je vrienden gaan voor. Alles gaat voor mij bijna. Alles gaat voor mij, de hond gaat voor mij. Ja. Hoe komt dat dat je, dat dat je dat zo gaat voelen? Uh, ja, je zou dan kunnen zeggen dat uh, mensen leven dan meer uh, naast elkaar dan met elkaar, samen. Uh, want voor een relatie moet je toch uh, werk verzetten. Daar moet je moeite voor doen. En, en dat blijft. Dat is dat is, ook de simpele oplossing? De moeite doen voor elkaar. Ja, zo simpel is het eigenlijk wel. Dat is een sleutel wel. Uh, een relatie loopt op de tijd die je samen doorbrengt. Net zoals een auto loopt op benzine of op uh, stroom, uh, loopt een relatie op tijd samen. Ja. Kwaliteitstijd samen. En als je dat niet doet, dan raak je elkaar dus kwijt, wat eigenlijk het probleem is. Uh, dat klinkt ook altijd een beetje als een klassieke relatieprobleem, vind ik. Vind jij dat ook? Het is, het is een van de klassiekers. Ik denk dat de klassieker is dat, dat mensen elkaar uh, niet meer uh, begrijpen. begrijpen en, en daarmee dus ook uh, belangrijk uh, voelen binnen de relatie. Ja. Is het eigenlijk uh, gek als je elkaar soms even kwijt bent in een relatie? Nee vind, ik, nee, vind ik helemaal niet. Ik vind het helemaal niet gek. Want je bent natuurlijk per definitie verschillend. Hè? En dat is en dat blijft. Uh, daar kan je over blijven steggelen. Maar de verschillen die, die zijn er nu eenmaal. De ene is nu eenmaal altijd sneller om, uh, om met, met opruimen uh, dan de ander. De ene ziet nu eenmaal sneller uh, troep, of is nu eenmaal eerder moe. En uh, ik denk dat het goed is om daarin je partner niet te willen veranderen. Dat is gewoon zo. Het is meer, kijk, kijk naar de dingen die wel fijn zijn en die goed gaan. En waarin je wel de uh, uh, ja, uh, verbondenheid voelt. In het begin lijkt dat altijd nog heel goed te gaan. Hè? Dan gedogen we nog heel veel, kunnen we heel veel hebben van de ander. Is er een bepaalde fase in relatie waar, waarvan jij zegt, dan, dan zie je dat een beetje gebeuren? Kijk ja, Bij de verliefdheid, dan gebeurt dat nog niet, dat je elkaar kwijtraakt, gevoelsmatig. Nee, dan, dan spelen hormonen ook nog wel een heel erg prominente rol. En op een gegeven moment wordt dat wat minder. En, en dan gaat het erom van uh, wat zie ik en uh, uh, wat verbaast me. En laat ik dat ook zeggen. En uh, laat ik vragen waar dat mee te maken heeft, waar dat vandaan komt, waar je dat gewend bent. Gewoon nieuwsgierig. Ik denk dat het heel belangrijk is, als een, uh, als een rode draad in een relatie, kan je nog steeds nieuwsgierig zijn naar elkaar kan je nog steeds nieuwsgierig zijn aan de binnenwereld van de ander... die per definitie verschilt van jouw binnenwereld. En hoe doe je dat? Door te vragen. Door nieuwsgierig te blijven. En door eerlijk antwoord te geven. Maar soms heb je die interesse misschien dan ook gewoon niet meer of zo? Uh, ja, maar kijk, als je de interesse verliest in de ander... dan, uh, dan komen er kieren. Uh, maar is dat iets wat, je, wat, het, wat het gewoon uh, werken vraagt zeg maar, op een bepaalde manier? Ja, dat, dat, is, dat is een onderdeel van het werken. Uh, er is een heel mooi boek over en dat heet Liefde is een werkwoord. Het klinkt je... altijd heel cliché, vind ik, <laughs> niet, maar het is ja, dus maar, misschien maar, ook maar zo. Het is wel zo. Je moet, je moet wel werk blijven maken van elkaar. Ga er niet uit dat uh, je, je bent samen of je, of je bent getrouwd, uh, je hebt één hypotheek, uh, je hebt kinderen, we blijven bij elkaar. Nee, zo is, is het dus niet. Het kan aan alle kanten fout gaan. Uh, dus investeer wel in, in je nest. Want daar, dat, dat is het. Je bent sa samenvorming in dat nest. Daar moet je, dat moet je onderhouden. Ja, en anders raak je elkaar dus kwijt. Jij ja. zegt, het is niet per se, je hoeft niet per se direct uit elkaar te gaan als je even een tijdje elkaar wat meer aan het zoeken bent of elkaar kwijt bent. Nee, helemaal niet. Maar als de een het opmerkt, uh, uh, trek aan de bel. Als je dat voelt, trek aan de bel en zeg dan van, nou, dit is wat ik merk. Heb jij dat ook? Uh, hier heb ik behoefte aan. Ik wil, uh, ik wil uh, tijd met jou samen. Hoe gaan we dit plannen? Hoe kaart je dat trouwens aan? Is dat gewoon inderdaad zeggen: van hé, hey, ik merk dat we niet meer connecten of zo? Of, ja, of wat, wat voel je? Ja, of, of ja, zoals je het voelt: ik mis je. Ik mis je, ik verlang naar je. Ik wil tijd met jou samen zijn. Uh, en dat zit al in de kleine dingen. Hè? Ik bedoel, een telefoon vind ik een derde. Uh, zet dat ding toch vaker op vliegtuigmodus als je samen bent. Uh, weet je, want. Uh, dat, dat trilletje of dat, dat geluidje dat, dat verstoort. Je merkt het even aan, aan, aan bijvoorbeeld de reactie van je partner... dat daar iets gaat. Dus uh, het is onprettig. Als je samen het leuk hebt en ineens gaat die telefoon... of ineens is er een berichtje of weet ik voor wat... en je partner reageert, dat is gewoon niet prettig. Dus doe dat niet. Het is, uh, het is ook niet respectvol vinden. Het is een soort kip-ei-verhaal soms ook wel met die telefoon, denk ik. Van wat, wat is er eerst, zeg maar, dat je elkaar een beetje aan het kwijtraken bent en dus meer op je telefoon gaat. Ja. Of de telefoon is er en daardoor raak je elkaar kwijt. Ja, maar ja, kijk, als je, als je gewoon maar ergens dus een, 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 een spaak tussen het wiel zet en denkt van oké, okay, nou, die telefoon die zet ik gewoon even weg. En uh, wat is er nu? Oké, okay, uh, we doen het allebei. Wat hebben we elkaar te vragen? Wat hebben we elkaar te zeggen? Waar hebben we zin in? En dat zou weer op te pakken. Ja, want hoe kom je dan weer dichter bij elkaar? Tijd maken samen. Uh, samen dingen doen. Plezier hebben. Ik denk heel erg belangrijk om plezier te hebben... en ontspannen te zijn bij elkaar. Je vrij te voelen bij elkaar. En dat is ook de basis voor fijne seks, naar mijn idee. Ontspannen zijn, tijd hebben voor elkaar... aandacht hebben voor elkaar, af willen stemmen op elkaar. Dus afstemmen is ook vragen van... Uh, uh, waar heb jij zin in? Uh, en, en hier heb ik zin in. Dus niet van... Uh, waar heb jij zin in? Dat gaan we doen. Maar ook bij jezelf te blijven. Van waar, en waar heb ik zin in? En wat gaan we dan samen doen? Dan nou vroeg ik dat me nog, natuurlijk nog even in mijn omgeving: van hè, uh, elkaar kwijtraken. Uh, hoe, hoe denk je erover? Dat pols ik dan eens even bij mensen. En dan zeggen mensen ook wel die een gezin hebben: ja, uh, daar gaat gewoon veel tijd in zitten. Want tijd met z'n tweeën, dat heb je. Uh, ja, helemaal... Als je pubers thuis hebt, dan heb je dat eigenlijk helemaal niet. Nee, dat, dat, kijk, als, ik zeg altijd tegen mensen met, met pubers: van, uh, pubers hebben hun chillplek. Een kamer waar je niet zomaar op kan stormen als ze daar met uh, vrienden of vriendinnen zitten. Uh, zorg dat je zelf ook een chillplek hebt. Maak je slaapkamer nou je eigen chillplek. Waar je je terug kan trekken, ook als koppel terug kan trekken. Waar je, waar je ook kan lezen, waar je kan vrijen, waar je kan praten. Waar het een fijne plek is. Dus, uh, want pubers die worden ouder, op een gegeven moment gaan ze misschien wel later dan jij naar bed. Uh, ik maak me wachten... daar ook wel eens zorgen over dat ik denk, hoe moet ik dat TCT dan ja. doen? Ja, dus als je moet wachten tot de kinderen op bed liggen, ja, dan kan je heel lang wachten op een gegeven moment. Hè? Ja. Dus uh, uh, komt er niet een moment dat je zegt van nou, uh, wij trekken ons terug. Wij, wij, gaan, wij gaan naar boven. Uh, en en dat, dat kinderen dat ook weten, van, uh, nou, die ouders moeten dan niet gestoord worden. En je moet echt wel tijd maken voor elkaar. En met kinderen moet je die tijd wel plannen. Het is niet meer zo spontaan, wat, wat je natuurlijk kan doen als je met z'n tweetjes bent. Tijd maken voor elkaar. Um, en vaak hoor ik van ja, maar dat is dan niet meer spontaan. Ja, maar dat is nu eenmaal zo natuurlijk. Als je kinderen hebt, je kan niet meer spontaan zeggen van ga je mee, gaan we nu dit doen? Of uh, ga je nu mee naar boven? Of ga je nu mee. Uh, nee, dat, uh, ja, dat is nu anders. En dat, en dat blijft. Ja, zeg jij dan gek scherend, dan had je niet aan kinderen moeten beginnen als je dat had gewild, dat hele spontane. Uh, nee, dat zeg ik niet. Nee. Dat is wel een consequentie natuurlijk voor de kinderen. Dat het een stuk ingewikkelder is als ja. we, uh, uh, spontaan uh, dingen ondernemen. Te zeggen van hé, hey, ik, ik merk dat we elkaar kwijtraken, laten we vandaag naar het museum gaan. Ja. Dat is natuurlijk een stuk minder ja. praktisch ja. dan als je gewoon echt met z'n tweeën bent. Precies, of als er kinderen zijn en kinderen zitten aan tafel, dan is het niet meer zo makkelijk om, om er van alles en nog wat samen te hebben. Want de kinderen zitten erbij, of het kleintje zit erbij. En die uh, ja, het eten moet niet tegen de muren komen natuurlijk. Dus uh, je hebt ook aandacht voor het kind de kinderen die hun uh, hun eten naar binnen moeten zien te krijgen daar, ja, daar ben je verantwoordelijk voor. Dus je bent dan vooral in de rol van ouder aan tafel. En als je dan gewend bent om als partners van alles en nog wat te bespreken en te, en te vertellen en te luisteren, ja, dan zal je daar toch een modus in moeten vinden om wat, wat anders te doen en daar ja. een andere tijd voor te reserveren. Want even voor de mensen die daar nu luisteren en daarmee te maken hebben, kan je dat combineren? Dat je, dat je zegt, ik ben mijn kind ondertussen eten aan het geven en ik, en ik doe ook mijn partnerrol van, hey hoe was het op het werk? Of zeg jij van, dat moeten eigenlijk twee aparte blokjes zijn? Ja, het ene is. Stel, je krijgt dat wel van elkaar. Het andere stel niet. Uh, als je uh, wil dat je partner dingen weet, gewoon weet, ik wil dat je gewoon vertellen dat je dat weet, dan kan dat. Maar als je echt uh, een, een tip wil of een advies of wat zou jij daarvan? Uh, hoe zou jij dat oplossen? Of hoe zou jij dat aanpakken? Ja, dan heb je echt onverdeelde aandacht van je partner nodig. Dat kan niet even, even tussendoor van de nee, ogen. Oh, tussen de happen van het kind uh, nee, door. Uh, nee. Dat lijkt me een lastige. Jij je schrijft, je moet eerst weer in alledaagse dingen dichter bij elkaar komen. Uh, omdat, nou ja, in de, in de, ze kwamen natuurlijk met een seksueel probleem. Ja. Betekent dat ook dat je even geen seks moet, uh, moet, moet hebben dan? Dat je eerst in de alledaagse dingen elkaar uh, weer moet, moet vinden eigenlijk... Voordat het in de slaapkamer ook weer lukt. Er moet eerst weer ontspanning zijn en vertrouwen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook weer een gewone, een gewone aanraking eerst is. En uh, dat je als uh, koppel ook niet bang moet zijn om klef te zijn. Uh, raak elkaar aan. Want wat ik heel vaak zie en merk is dat uh, stellen elkaar amper aanraken. Ze dus geven elkaar nog wel een kus. Maar dat is het dan. Maar even vasthouden. Of naar je toe trekken. Of op schoot trekken. Of op schoot gaan zitten. Of om, om je partner heen hangen. Dat wordt niet meer gedaan. Dat, dat is oké okay als je puber bent of zo. Als je uh, verliefd bent. Je die eerste maanden bent, mag, dat. mag dat. Maar ja. daarna niet meer. Daarna is het klef en is het raar. Terwijl ik denk, nou, doe dat nou toch gewoon. Uh, hou elkaar vast. Leg, leg je hand op, uh, op de knie van die ander. Als je aan het autorijden bent. Uh, loop niet een halve meter om, om je partner heen in de keuken. Maar... Schuif er gewoon even langs en geef die ai of, of, of uh, die hand of die kus op de schouder of zo. Het, in die gewone dingen, de kleine lieve aanrakingen. Hè? Want je hebt natuurlijk een aanraking die te maken heeft van uh, ik heb zin in jou. Maar je hebt ook een aanraking die te maken heeft met ik vind je lief. Ik ben blij met jou. En dat zijn al dat soort aanrakingen, ja. zijn eigenlijk die tweede categorie aanrakingen. Ja, en, en, en doe daar eerst meer en meer van. Dat doe je dus, dus dan in de alledaagse dingen. Ja. Uh, maar betekent dat dan dat je echt even moet stoppen met seks? Als, als je met zo'n kaar in zo'n geval, in, dat jij dat adviseert? In, uh, in het geval van, van de column die ik geschreven heb... Uh, is het voor dit stel heel belangrijk om eerst de gewone aanrakingen... en de gewone nabijheid eerst weer te voelen. En de behoefte en hoe prettig dat is en hoe fijn dat is. En als dat vriendschappelijke veel meer gevoeld wordt... en de afstemming op elkaar... Dan is het ook een hele makkelijke, een natuurlijke stap om ook weer seks met elkaar te hebben. Daar lopen ze dan dus toch ook wel tegen aan. Dat, ja. dat ze geen zin hebben om te seksen. Of, dat, of nee, een van de twee. Of, of een van de twee. Soms een van de twee. Maar die ander die voelt zoveel afstand en die, uh, ja, die vindt de partner niet meer aantrekkelijk. En, en, maar het klinkt soms ingewikkeld dat je door die kleine aanrakingen, die eigenlijk niet seksgerelateerd ja. zijn, maar lief zijn, dat je die andere weer aantrekkelijk gaat vinden. Ergens denk ik soms ook van: je hebt vriendelijke, uh, eh, zoals ik ook bij wijze van spreken, een collega een schouderklopje kan geven. Dat kan ik thuis inderdaad ook doen. Ja. Uh, maar dat associeer je inderdaad niet met seks. Maar jij nee. zegt wel: de aantrekkelijkheid komt daar dus wel weer van terug. Op, ja, want, op een bepaalde manier. Want wat, het, wat je doet in de aanraking is dat je laat merken: ik zie jou. Ik vind het fijn om jou even aan te raken. Ik vind, jou, ik vind het fijn om jou even uh, te steunen. Of even te laten voelen dat ik er ben. Ik kom naar je toe. Uh, ik doe moeite voor jou. Dat zit er ook in. Uh, een arm om je heen als er iets lastigs is. Een arm om je heen als het, uh, als het koud is. Uh, dat zijn lieve uh, uh, gebaren. Uh, en dat maakt dat je, als je uh, stilt en verkild bent, dat je kan ontdooien. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor seks. Dat je ontdooid bent. En dat je, dat je terug kan vleien uh, tegen de ander. Omdat het fijn voelt. En dat je dus ook eerst gezien wordt in het dagelijks leven en daarna ook gezien wordt in, in de slaapkamer. Ja, precies. Want dat is wat ik heel vaak hoor: uh, van ik heb geen knop. Uh, het, het kan niet zo zijn dat je beneden op de bank naast mij zit te slapen en dan komen we in bed en dan ineens moet er van alles gebeuren. Uh, dat hoor ik heel vaak terug. Dus, uh, op een of andere manier hebben we dat misschien van films geleerd. Dat dat soms zo kan zijn, soms met seks zo kan zijn. Van pat, boem aan en we gaan. Ja, precies. Maar dat is dus niet de realiteit. Nee, nee dat is niet de realiteit. Ik, ik vond het interessant, in jouw column stond ook iets zelfs van dat, je, dat ze op de duur ook achter elkaar fietsen. Of in plaats van dat ze samen aan het wandelen zijn, eigenlijk ja. achter elkaar fietsen of achter elkaar lopen. Ja, het klonk mij heel absurd in de oren, maar jij maakt het ongetwijfeld mee. Ja, ja en wat, wat je daar dus vind ik in ziet, is dat er. Niet meer afgestemd wordt op de behoeften van de ander. Ieder is voor zich bezig. Deze vrouw die gaat gewoon afstappen en foto's maken. En hij fietst gewoon door, want hij fietst zo lekker. Maar hij had net zo goed alleen kunnen fietsen. En zij had net zo goed alleen erop uit kunnen gaan met de fiets om foto's te maken. Het is niet meer samen. Dus ik denk dat het zo belangrijk is. Het is best wel schrijnend als je, dat, als, ja. je die, als, je, als je dat voorbeeld leest in de column. waarin jij dus inderdaad schrijft: van uh, uh, die ene gaat, die fietst op zijn eigen tempo. en die andere fietst erachteraan. en die gaat inderdaad soms even stoppen om, uh, om foto's te maken, or, ja. et cetera. Ja. ja, dat klinkt voor mij inderdaad als twee wildvreemden die samen aan het fietsen zijn. of eigenlijk helemaal niet samen aan het fietsen ja, zijn. Ja, precies. Maar dat is natuurlijk ook wat je. Uh, ik, ik stel ook heel vaak van: ga samen iets doen. Hè. Ga elke maand iets samen doen. En de ene maand organiseert de, andere het, de ene het en de volgende maand de ander. Uh, en wat ik dan soms terughoor is dat ze het eerder zijn gegaan, maar dat het nog steeds niet al samen voelde. En waarom? Die telefoon was er weer bij. Of uh, de oppasje stuurde voortdurend foto's van het kind. Uh, uh, weet je, het is nog steeds niet samen. Samen is echt met z'n tweetjes afgestemd. Wij, uh, we hebben het over dingen die leuk zijn, geen moeilijke dingen ook. Uh, of beladen dingen. Uh, we zijn ontspannen bij elkaar. Een tip is dan dus, heb ik alvast even genoteerd, voor de mensen die graag concrete aanwijzingen ja. willen, uh, neem die telefoon niet mee, of in ieder geval laat hem in je tas ja. voor een groot gedeelte van de ja. tijd, of spreek af, uh, hey, om een update van thuis te krijgen hoe het gaat. We kijken één keer in de twee uur, en we zetten wel het geluid aan, als er echt wat is, dan ja. bellen ze wel, ja. bij wijze van ja. spreken. Ja. Ja. Uh, en, en nog meer van, uh, echt, echt, niet, niet te zware thema's bespreken, dus? Niet te zware thema's. Uh, beladen thema's, uh, lastige thema's, dat allemaal niet. Maar heb het meer over uh, plannetjes die je samen hebt. Uh, waar heb je zin in? Hoe, 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 zijn, uh, hoe, hoe gaan de dingen? Uh, waar ben je mee bezig? Uh, hoe vinden we het hier? Uh, echt, ja, het kan van alles zijn, als het maar niet zozeer over de relatie gaat, zou ik ook zeggen. Maar heb het over andere dingen, dingen die je blij maken, waar je naar uitkijkt. Uh, dat soort zaken. Uh, het, kan ook dingen, het kunnen ook dingen zijn die, die wat spanning geven of stress geven, die je wilt delen, maar dat is meer van: oké, okay, ik laat je zien waar mijn binnenwereld zoal nu uit bestaat. Ik merk dat ik veel stress krijg van mijn werk bij wijze van ja, spreken. Dat, ja. en daar kan je dan prima even over praten. Ja. Maar niet over de relatie-struggles uh, nee. uh, zelf, zeg Precies, maar. Even, ja. Laat dat even liggen. Laat even liggen. Als laatste, wat ik ook in mijn omgeving hoorde, was iemand die zei: Ja, ik, ik probeer heel erg in mijn relatie te investeren. Maar zou het zo kunnen zijn, vroeg uh, hij zich af in dit geval, uh, dat je ook het niet door hebt als je ook van elkaar wegdrijft? Of zeg je eigenlijk: van Dat, dat maak, maar, merk je altijd wel. Straks denk ik dat het heel goed gaat, maar gaat het eigenlijk niet goed? Of bestaat dat niet? Uh, als, je het, uh, als je dat afvraagt, vraag het aan je partner. Hoe uh, Vind je dat dat gaat tussen ons? Uh, heb, je, heb je soms het idee dat je je partner mist? Verlang je naar je partner? Denk je van: oh ja, ik ga zo naar huis. Uh, ik ga haar of hem dat nu vertellen. Uh, ik wil dat kwijt. D dat zijn allemaal signalen van: nou, dan, dan is mijn partner echt goed in beeld. Heb ik dat helemaal niet? Of denk ik: ik moet echt uh, nodig eens weer met mijn vriend uh, naar het café om bij te praten. En uh, uh, ja, je vergeet je partner daarin. Ja, dat zou. Dat zou uh, een seintje kunnen zijn van hé, waarom denk ik niet als eerste aan haar? Maar kijk, als het goed is, heb je allebei wel dat signaaltje van: nou, ben jij voldoende in beeld? Er is natuurlijk, binnen een partnerrelatie heb je een wij, het is een wij, maar je hebt ook het ik-stuk. Twee ikken en één wij. En één wij, hè? En dat moet goed in balans zijn. Wat soms fout kan gaan, is dat dat ik-stuk. Van beide heel groot wordt, of van één heel groot wordt. De andere misschien een kleinere, maar dat het uit verhouding gaat. En um, dat moet je er wel bespreken: van waar zit het wijstuk? Wat doen we samen? Wat is echt wijtijd? En wijtijd is dus ook tijd voor het koppel samen. Wijtijd is niet voortdurend met de kinderen erbij. En je bedoelt met de ikken zijn te belangrijk geworden. Of één ik is te belangrijk geworden. Ja. Dat één iemand te veel zijn eigen ding doet. En, ja, ja. en dan daardoor uh, er minder wij is. Omdat ja, één zegt precies. van nou, ik ga twee keer aan in de week sporten. Ja. Uh, ik spreek twee keer in de week met mijn vrienden af en één dag gaan we naar onze familie. Ja. Dus, dus er blijft eigenlijk amper tijd Precies. En ik werk heel hard en in dan twijfel lig ik in bed. Ja. Ik ja, precies. Dus zorg dat er ook genoeg wij is in je relatie. Ja. Ja. Genoteerd, uh, Fenix, dankjewel weer voor deze week. Oké. Okay. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag naar podcast@nd.nl en als je wil dat alleen Phoenix de vraag onder de ogen krijgt, kan je ook Phoenix@nd.nl een mailtje sturen. Dan kan ze je eventueel de vraag meenemen anoniem en dan krijg ik er zelfs geen weet van. Dus dat mag ook. Volgende week vrijdag staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan.